vraagt om moeilijkheden, echt. Jij bent aangenomen om te zorgen dat er niks gebeurt. Dit is Bodien Westerveld. Bodien is forensisch psycholoog. Altijd zitten. Bodien komt ons team fulltime versterken. Ze gaat proberen door middel van bepaalde trainingen het percentage recidivisten te verminderen. Nou, je zou wel gehoord hebben dat dat hard nodig is. Over één iemand hoef je geen zorgen meer te maken. Suzanne Kramer. Ze heeft levenslang, zonder vervroegde vrijlating. Wanneer is dit bekendgemaakt? Vanmorgen. We komen net van een briefing bij de directeur. Mevrouw, kan ik u even spreken? Waar kan ik u mee van dienst zijn, mevrouw Westerveld? Waarom was u niet bij de stafvergadering deze ochtend? U bent geen deel van mijn staf. U bent door de Raad van Toezicht aangesteld. Natuurlijk, dat is feitelijk juist, maar het zou toch... Ik zal u voortaan uitnodigen. Verder nog iets? Ja, ik zou graag Kramer opzoeken vandaag, als dat mag van u natuurlijk. Kramer heeft niet om een psycholoog gevraagd. Nee, maar na zo'n zware uitspraak is dat wel de gangbare procedure. Ik bepaal hier de procedures, mevrouw Westerveld. Natuurlijk. Ik ben alleen bang dat u nu toch iets over het hoofd ziet. En dat is? Ik ben hier door de Raad van Toezicht met een duidelijke opdracht naartoe gestuurd. Ik geloof niet dat u die meteen wilt dwarsbomen. U kunt helaas niet alles hebben. Als u deel van mijn team wil zijn, zult u aan mij moeten rapporteren. Dat begrijp ik, maar ik kan daar wel mee doorgaan. Ik zou uitkijken met Kramer. Ze kan uitstekend manipuleren. Maakt u zich geen zorgen. Ik ben me daar altijd zeer van bewust. Ik behandel mensen met hele uiteenlopende karakters. Ook met mensen die ogenschijnlijk altijd alles prima voor elkaar hebben. Ik ben Bodien Westerveld, forensisch psycholoog. Ik weet wie je bent. Ik heb gevraagd om je te zien omdat je vandaag bent veroordeeld. Hoe voel je je? Wat denk je? Nou, dat wil ik graag van jou horen. Echt. Alles wat hier gezegd wordt, blijft tussen ons. Ik begrijp dat je het natuurlijk nog even moet verwerken, maar... De afgelopen 4 maanden had niemand tv of radio. Bijna geen bezoek. We kregen een goedkope rotzooi te eten en de tijd in de recreatieruimte werd gehalveerd. De directeur straft iedereen voor iets wat ik heb gedaan. Het is de hoogste tijd dat ze daarmee ophoudt. De directeur staat al onder genoeg druk. Onder druk? Hoezo? Onder druk van wie? We zijn hier niet om over de directeur te praten. Staan die maatregelen daarom nog steeds? Moet natuurlijk van de Raad van Toezicht, of niet? Deze afspraak. Is die verplicht? Nee. Begrijp me niet verkeerd. Ik ben blij dat je er bent. Er zijn genoeg vrouwen die jouw hulp nodig hebben. Alleen ik niet. Dat is misschien waar, maar je hebt het heel zwaar gehad de afgelopen tijd. En daar zul je mee moeten leren omgaan. En het is mijn werk om jou daarbij te helpen. Prettige kennis te maken, mevrouw Westerveld. Niet een of andere psychotrut. Misschien is ze heel aardig. Goedemorgen. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Goed ook om zoveel nieuwe gezichten te zien. Ik dacht, misschien kunnen we het eerst even over de rellen hebben. Luister, ik ben geen bewaarder. Ik snap best dat jullie af en toe even moeten ontladen. Het opruimen zal wel een rotklus geweest zijn. Ik hoop dat we hier eerlijk kunnen zijn. En open. Geen spelletjes. En geen bullshit. Hey. Ik heb Boemer even nodig. Anders kom je er even bij zitten. Boes. Aan elkaar voorgesteld, geloof ik. Freddy Hendricks, toch? Ik heb wel over je gehoord. Dan kom je het een keertje langs. Waarom zou ik? Je komt binnenkort in aanmerking voor je voorwaardelijke vrijlating, toch? Als je kan laten zien dat je bereid bent aan jezelf te werken, kan dat een voordeel zijn.
Als ik vrij wil komen, heb ik een wonder nodig. Geen therapie. Nou, daar zou ik het graag met je over willen hebben dan. Shit. Boens, ik loop even met je mee. Ik ga niet naar de unit. Boemer, laat me gewoon even met je meelopen. Ik moet naar de medische dienst. Weet je nog? Oké, nou, doe maar. Doe dan. Oké, ik zie dat je woedend bent, maar laten we even praten. Hier bereik je niets mee. Oh ja, met praten wel, wou je zeggen. Ik ben meer van de actie. Nee, ik haal er nu iemand bij. Aan de kant. Weg bij die kast, Hendricks. Vandaan komt. Waar die vandaan komt? Ze is een veroordeelde crimineel. Ze heeft een pan kokende olie in iemands gezicht gegooid. Ze is een drugsdealer en van nature gewelddadig. Die is niet meer te helpen. Daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat er iets anders achter zit. Uw mening doet eigenlijk niet ter zake. Daar denken ze bij de Raad van Toezicht heel anders over. Dat valt nog te bezien. Hoe lang moet ze hierin blijven? Zolang als ik denk dat nodig is. Nou, je hebt het ontbijtje op bed net gemist. Ik heb goed nieuws. Laat me raden. Je hebt geen onderbroek aan. Je mag de ISO uit. De directeur heeft het toegestaan. Nou, ik zit hier prima. Dus wil je eruit, dus waarom? Omdat ik heb uitgelegd dat je beter af bent met begeleiding van mij dan met eenzame opsluiting. Ja, dat had je gisteren ook al uitgelegd. Waarom is het er nu opeens wel mee eens? Hendricks, kom op. Ik heb niet de hele dag de tijd. Ik weet al waarom. Zij wil mij hier weg hebben, zodat ze zonder pottenkijkers bij Lot kan komen. Als je het over Lot wil hebben, dan kan dat straks. Ze was hier vannacht bij Lot. Ik heb haar horen huilen. Freddy, kom op. Ik blijf hier. Freddy, move, dan sleep ik je eruit. Prima. Oké. Kleden met andere vrouwen? Het was duidelijk dat je liever in de ISO wilde blijven. Waarom is dat? Dit gelul gaat niet helpen. Je studeert rechten, toch? Ja, en? Nou, de wet is ook alleen maar gelul. Je doet het aardig goed, geloof ik. Haalt hoge cijfers, kan goed beargumenteren, heldere conclusies trekken. Dat geldt niet voor je privéleven. Waarom niet? Je werkt keihard om anderen te kunnen helpen, maar jezelf helpen? Ho maar. Ik vind dat persoonlijk nogal zonde. Echt? Bespaar je de moeite. Ik ben een verloren zaak, net als mijn vervroegde vrijlating. Hoe zie jij je leven eigenlijk voor je? Wil je hier wel uit? Nou, hoe sneller hoe beter. Jij komt hier uit en dan? Wat maakt het uit? Kom op nou. Doe het even voor mij. Wat zie je? Ik loop hier het hek uit. Achter mij is één grote rokende puinhoop.
Alles tot de grond toe afgefikt. De hele fucking klerenzooi. En dan... komt er ineens een supergeile chick in een rode cabrio voorbijrijden en die neemt mij mee. En samen rijden we de zonsondergang tegemoet. The end. Zoiets. Nou, dat maakt een heleboel duidelijk. Ben jij ten voeten uit, hoop en woede. Luister eens, schat. Wij zitten hier nog geen 5 minuten. Dus ga mij niet vertellen hoe ik in elkaar steek, oké? Er is geen hoop. Maar dat ben ik niet met je eens. Ik heb 2 opties. De ISO of dat fucking pulp gebashed worden. Ik zou je heel graag helpen om dat zelfdestructieve gedrag te stoppen. Zodat je hieruit kunt. Oh, maar ik kom hier wel uit, hoor. In de lijkenzak. Vera, heb je het voor me? Nou, eigenlijk niet, nee. Het gaat over Freddy Hendricks. Die aantekening van jou. Ja, wat is daarmee? Ik zou willen vragen of je kan overwegen die in te trekken. Waarom zou ik? Nou, Freddy is een slimme vrouw en ik zou haar graag willen helpen. Maar dat kan alleen als ik haar een vooruitzicht kan geven op een leven hierbuiten. Ja, genoeg mensen hebben gepoogd Freddy Hendricks te helpen. Zonder succes. Freddy is namelijk niet te helpen. De directeur wacht op me. Ze heeft gewoon een goede mentor nodig. Als ze in zichzelf gelooft, kan ze een hoop bereiken. Ik zou het met mevrouw Brinkhorst moeten bespreken. Oh? Ik dacht eigenlijk dat jij bevoegd was zelf beslissingen te nemen. Dat ben ik ook. Jij hebt die aantekening toch gemaakt? Ik kan hem toch ook weer intrekken? Freddy. Wat nou weer? Ze heeft je een behoorlijke gunst verleend, Freddy. Wij allebei. Al heb ik nu al spijt, geloof ik. Mevrouw Maas heeft besloten haar aantekening in te trekken. Mevrouw Westerveld denkt dat je meer in je mars hebt. Ik hoop maar dat ze gelijk heeft. Er zijn een aantal voorwaarden. Ten eerste, vanaf morgen kom je regelmatig bij mij langs. En ten tweede, bied je verontschuldigingen aan mevrouw Maas aan. Holy shit. En dan kan ik alsnog mijn vervroegde vrijlating aanvragen. Ja, als je je gedraagt. Mijn oprechte verontschuldigingen, mevrouw Maas. Ik ging te ver. Dit is echt je laatste kans. Morgen 11 uur. Yo, thanks, bootje. Odin. Bootje staat je beter. Woe! Alcoholisme kan genetisch bepaald zijn. Dan maakt ze geen schijn van kans. Maar veel belangrijker is toch hoe haar vrienden zich gedragen. Haar familieomstandigheden. Mogelijke trauma's die ze als kind heeft opgelopen. Als klein kind heeft ze haar bezopen moeder haar eigen oma dood zien rijden. Topcombinatie, vindt u niet? Slechte genen. Een klote moeder. En een megatrauma. Het verleden kunnen we niet veranderen. Maar we kunnen ons wel focussen op dat wat we nu kunnen controleren. En wat kan ik controleren? Hè? Ik zit hier. En zij zit daar. Met heel veel steun, moet je denken. Met haar vader, de broer, de stiefmoeder. Ik zou er moeten zijn. Ik had er altijd moeten zijn als moeder. Toen ik haar laatst belde, klonk ze zo vreemd. Ik kon geen woord uit haar krijgen. Wat als ze straks nou weer dronken wordt? Waarom denk je dat? U heeft haar niet horen praten. Er is iets mis. Kun je nog een keer bellen? Als ze zien wie er belt, dan nemen ze niet op. Zal ik er bellen? Nieuwe tattoo? Ziet er pijnlijk uit. Pijn is soms lekker, bootje. Maar daar heb jij vast een hele goede diagnose voor. Oh, je hebt jezelf dit aangedaan voor mij. Nou, het is maar goed dat we morgen een afspraak hebben. Oh, ik kan niet wachten.
Minstens 12 uur heb ik nodig om een rapport te schrijven voor de commissie die over jouw voorwaardelijke vrijlating gaat. Oeh, ik heb er nu al zin in. Ik zou graag zien dat je gemotiveerd was in plaats van opgewonden. Ze houden je liever nog een paar jaar vast dan dat ze je vrijlaten. Een psychologisch rapport is belangrijker dan ooit. Ik ben nu al gemotiveerd en opgewonden. Kom op, Freddy. Het is geen spelletje. En denk maar niet dat ik het je makkelijk ga maken. Oeh, klinkt als een dreigement. Jij weet wel hoe je een meisje lekker moet maken, hè? Je zou me toch Bodine noemen? Heeft u Sophie te pakken kunnen krijgen? Nee, nog niet. Heeft u haar mobiel geprobeerd? Ik heb allebei de nummers geprobeerd die je me hebt gegeven, maar ze neemt niet op inderdaad. Ik blijf het proberen. Zodra het lukt, dan laat ik het je weten, oké? Okay? Ik wil die fucking bitch afmaken. Zo, eerlijk genoeg? Nou, ik ga dit niet in mijn rapport schrijven. Oh? Zou dat het oordeel van de commissie beïnvloeden, denk je? Misschien wel, ja. Je kan wel grapjes maken, maar ik heb alle verhalen gehoord. Hoe Kramer je bedrogen heeft, hoe je er niets aan kon doen dat hij de macht greep. Kom op, er is toch wel iets in jou wat een heel klein beetje pissig is? Je kan alles zeggen, hoor. Deze muren hier, die praten echt niet. Ik wil in dat hoofd komen van jou. Alleen in mijn hoofd? Huh? Weet je hoe vermoeiend het is? Hm? Om topdog te zijn. Vertel eens. Je weet nooit wie met je wil neuken of wie met je wil vechten. Het lijkt me eerder verwarrend dan vermoeiend. Al die fucking, ik heb een grote pik, bullshit. Jeukende junks blij houden, de bewaarders omkopen, de fucking freak opfokken. Weet je hoe vermoeiend dat is? Maakt je fucking gek? Heb jij die rode kapitein nog gezien onlangs? Volgens mij is die ook een beetje aan het doorfrieken. Ik weet wat jij wil, bootje. Beetje in mijn porren. Kijken of ik hap. Maar ik heb echt wel andere dingen aan mijn kop dan me zorgen maken over Suus Kramer. Zoals? Zorgen dat ik uit deze klote tent kom. Ik focus mij maar op één ding en dat is voorwaardelijk vrijkomen. Ik zweer het op mijn moeders blauwe ogen, dokter. Ik ben psycholoog. En ik ben veranderd. Ik focus me maar op één ding. En dat is geen wraak. Ik dacht dat jij chef keuken was. Ik hou ook van shit op dweilen. Ik hou me scherp. Ik hoor dat Suzanne Kramer is neergestoken op de luchtplaats. Ja, dus? Niks dus. Ik dacht alleen... Dit fucking meen je niet. Jij wil dat ik eerlijk naar jou ben? Dat ben ik. En wat ga je nu doen? Mij beschuldigen? Van wat? Ik beschuldig helemaal niemand. Ja, ja, Freddy. Fucking bullshit. Ik maakte me ongerust. Ik dacht alleen... Dat ik een mes in Suus had gestoken. Dat ik je misschien te veel gepusht had vanochtend. Blijf met je fucking poten van me af. Je hebt gelijk. Sorry. Ja. Steek die sorry maar in je reet, schat. Ik zal nooit weten hoe Ella was, hoe ze eruit zou zien, hoe haar stem zou klinken. Als ik Lies niet had. Super Lies. En Tess ook hoor. Dus vrienden helpt. Absoluut. Vervelen we je, Lotte? Ik ga rammen. Oh ja? En wat ram je dan zoal? Nou, alles wat ik stom vind. Ik zit hier nu bijvoorbeeld omdat ik mijn therapeut in elkaar heb geslagen. Hé, zij is wel verantwoordelijk voor je voorwaardelijke vrijlatingen.
Nou, even voor de duidelijkheid. Alles wat jullie hier zeggen heeft geen enkele invloed op het wel of niet in aanmerking komen van je voorwaardelijke vrijlating. Dus eigenlijk zitten we hier dan voor de katsapunani? Nou, dat ook weer niet. Want als je kunt aantonen dat je deze sessie hebt gevolgd, kan dat in je voordeel werken. Dus we kunnen alles zeggen wat we willen? Nou, tot op zekere hoogte wel, ja. Nou, dan ben ik benieuwd wat Freddy te zeggen heeft. Nou, als ik iets te zeggen heb, dan hoor je het wel, hoor. Gedeelde smart is halve smart, toch? Als iemand niet wil praten, dan hoeft dat niet. Nee, maar je hebt het toch gehoord, Freddy? Je kunt hier alles zeggen wat je wil. Dus als je bijvoorbeeld bloed aan je handen hebt, nou, dan is dit de kans om ze schoon te wassen. Lies, als je zo doorgaat, moet ik je helaas vragen om te vertrekken. Prima. Oké, prima. Is goed. Ga maar zitten. Stel, iemand waar ik heel veel van hield, haar dochter, komt ineens hier binnen gelopen. Heeft iemand doodgereden, stom dronken. Je zou toch denken, nou ja, zo'n jong meisje, die krijgt wel voorwaardelijk. Maar nee, ze moet zitten. Big time. Waarom eigenlijk? Freddy, zo is het wel genoeg. Nee, laat maar. Waarom? Het was niet haar eerste vergrijp. Zij is eerder gepakt voor rijden onder invloed. Plus, haar rijbewijs was al in beslag genomen. Echt een zuipschuitje dus. Net als haar moeder. Nou, dat is toch wel vreemd, hè? Dat ze jou dat niet verteld heeft. Vertel eens, Lies. Wat doe jij eigenlijk als jij stress hebt? Ik ben het zo zat om het elke keer over mij te hebben. Waarom kunnen we niet een keer over jou praten? Het gaat hier over jou, niet over mij. Ja, maar jij hebt je niet aan de afspraak gehouden. Dus jij moet het goed maken. Ik heb al gezegd dat ik fout zat. En het spijt me echt oprecht. Zo komen we niet verder, Freddy. Hey, vertrouwen moet je winnen, hè? Jij weet alles van mij. Nu ben jij aan de beurt. De ongekuiste versie, alsjeblieft. Er zijn tig redenen waarom een therapeut geen privéinformatie met haar cliënten deelt. Dus ik zit hier gewoon tegen een betonnen muur aan te praten. Als jij in mijn schoenen zou staan, zou je ook wel twee keer nadenken voordat je die vrouwen ook maar iets over jezelf zou toevertrouwen. Maar ik sta niet in jouw schoenen. Dit is jouw werk, bootje. Was Lies iemand die je vertrouwde? Wat, vond je het vervelend dat ik haar zo aanpakte? Nou, ze daagde je uit en het is duidelijk dat jouw enige verdediging de keiharde aanval is. Dus ik verwachtte niet anders. Wanneer deed jij het eigenlijk voor het eerst met een vrouw? Oké, ander onderwerp. Ja? Doe je dit omdat ik net zeg dat je voorspelbaar bent? Wie nam het initiatief? Zij of jij? Waarom geef je geen antwoord op mijn vraag? Jij eerst. Dat je Lies zo op de plek zette, was dat om indruk te maken op mij? En waarom zou ik indruk willen maken op jou? Omdat je op me valt. Laten we ons nu even op jou richten. En ja, ik val op vrouwen. Zullen we nu verder gaan? Ik heb geen zin om te praten. Wat zit je dwars? Niets. Wat zou mij dwars moeten zitten? Huh? Ik heb hier iedere dag dezelfde lulgesprekken met dezelfde klootzakken. En iedere nacht doe ik ze dunnetjes nog eens over in mijn hoofd. Dus nee. Het is fucking geweldig hier. Het is logisch dat je je zo voelt. De gevangenis is ook doodzaai. Zeker voor een intelligente vrouw zoals jij. Vind jij mij intelligent? Zeker. Fijn. Zullen we nou eens over jou gaan praten? Leuk geprobeerd. Ah, kom op nou. Ik praat hier de hele dag alleen maar met psychopaten en klootzakken. Psychopaten? Nou, jij gaat me niet vertellen dat je Brinkhorst niet hebt nagecheckt op de DSM. Sorry? Het diagnostisch-statistisch handboek voor... Ik weet wel wat DSM is. Ik ben alleen niet aan gewend dat het wordt geciteerd door een gedetineerde. Maar ja, wij zijn hier niet om over Brinkhorst te praten, toch? Nee. Of om over jou te praten. Dat klopt. Of om mij te vertellen waarom jij een nieuwe kleur lippenstift draagt.
Staat je goed, by the way. Hoe smaakt hij? Freddy. Of waarom jij altijd je benen over elkaar doet als ik een beetje bij jou in de buurt kom? Hm? Of waarom jij lacht als ik binnenkom? En ik ken die lach. Ik weet wat dat betekent. Is dit een dreigement? Waarom zeg jij dat? Omdat je me probeert te intimideren. Daar hou ik niet van. Daar heb ik ook geen respect voor. Ik verveel me, Bootje. Ik ben iedereen hier zo fucking zat. En mezelf ook. Ik haat het hier. Ik weet het. Fucking bitch! Ik erop en laat mijn dochter met rust! Aan de kant. Oh ja, ja, ja. En wat dan? Ik waarschuw je, Lies. Ik fucking waarschuw je. Ah. Jij gaat mijn eigen dochter tegen me opstoken. Of misschien heb je het al wel gedaan. Of misschien ga je me in me neersteken. Hè? Zoals je doet. Hou je bek. Fucking bek. Fucking af. Freddy. Loslaten nu. Gaat het? Misschien kun je beter terug naar je eigen unit. Lies? Zonder controle. En ik dacht werkelijk dat we iets bereikt hadden. Ik kan me geen fuck schelen. Probleem? Nee, het is opgelost. Ik wil de klachtencommissie bedanken voor de gelegenheid deze situatie snel op te lossen. Staat genoteerd, mevrouw Brinkhorst. Zullen we beginnen? Toen ik in de ISO zat, kwam ze naar me toe. Met ze bedoelt u mevrouw Brinkhorst? Mevrouw Dekker? Ja. En wat gebeurde er? Ze bracht me naar een andere plek. Geen idee waar. Maar kunt u de plek omschrijven? Het was donker. Ik was er nog nooit geweest. Ze zag me drugs. Ze deed me pijn. Ze liet me dingen zeggen. Wat moest u zeggen? Dat ik waardeloos ben. Overbodig, dat ik niets beteken. Jij bent waardeloos. Kan niemand iets schelen? Je bent helemaal niets. Betekent niets. Niemand mist jou. Niemand mist jou. Jij bent waardeloos. Waardeloos. Je bent overbodig. Je bent overbodig. Niemand mist jou. Mevrouw Dekker. Waar is Suus? Ik wil Suus. Suus. Mag ik even? Ik maak me zorgen over de psychische gesteldheid van deze gedetineerden. Zullen we 5 minuten pauze houden? Dat lijkt me prima, mevrouw Brinkhorst. Ik wil Suus. Lotte Dekker heeft zichzelf al een aantal keren opzettelijk beschadigd. We zijn samen bezig met bepaalde strategieën te ontwikkelen, zodat ze daar zo goed mogelijk mee om kan gaan. En noemt u eens zo'n strategie? Cognitieve gedragstherapie. We analyseren vroegere gewoontes in haar gedrag. Stellen doelen voor de toekomst.
Ik had het idee dat we goed vooruit gingen. Maar ik ben bang dat ze nu onder te veel emotionele druk is komen te staan. Sorry, mag ik even? Het spijt me voor deze onderbreking, maar de vertrouwenspersoon van de gedetineerde, mevrouw Kramer, kan niet op deze zitting aanwezig zijn. Ze is er niet toe in staat. Lotte? Herinner je hier niets meer van? Nee. Ik heb nog nooit een psychose gehad. Ik begrijp dat het heel erg confronterend is, maar je ziet zelf wat er is gebeurd. Ik werd door iemand gegrepen. Dat is het ook van een verwarmingsketel. Door de man in de spiegel. Ik me herinner. Posttraumatische stress kan banen veroorzaken. Dit was echt. Maar Suus, er was geen man. Ik heb in een medisch dossier gelezen dat je na de dood van je dochter zo'nzelfde soort breakdown hebt gehad. Check de camerabeelden van de gang. Die bewijzen dat ik gelijk heb. Dat is vast al gebeurd. Check het, alsjeblieft. Ik ben niet psychotisch. Maar ze blijft bij haar verhaal over die indringer. Belachelijk. Zijn die camerabeelden gecheckt? Wij laten ons hier niet meeslepen door de fantasieën van een gedetineerde, mevrouw Westerveld. Als Kramer deze wanen blijft houden, blijft ze voorlopig voor haar eigen veiligheid op de psychiatrische unit. Bootje. Ik heb geen tijd, ik heb een intake. Luister dan. Wat is er met die rooie gebeurd? Lotte rekende op haar. Je kent de regels, Freddy. Ik wil heel graag over jouw situatie praten, maar niet over die van anderen. Wil je graag praten? Ik wil heel veel dingen graag. Ik heb vanmiddag nog een gaatje. Wil je mij daar hebben? Doe even serieus. Ik ben serieus! Hey. Heb je me gemist? Tim! What the fuck doe jij hier, man? Wat? Ik miste je gewoon. Kom op, terug naar binnen, mevrouw Orlekietan. Kom op. We hebben nog een hoop te doen. Oh, mevrouw Maas. Nog even over Kramer. Ik heb de camerabeelden gecheckt. De hal, de ruimte bij de verwarmingsketel, maar ik heb niks kunnen vinden. Oh, ja. Oké dan. Bedankt. Gevonden. Er is geen enkele aanwijzing dat er een indringer is geweest. Die camerabeelden? Suus, we moeten erachter zien te komen waarom dit gebeurd is. Waar die plotselinge angst vandaan komt. Ik moet naar de wc. Ik ga hem afsteken. Het is nu toch rustig? Kan ze niet gewoon even naar de wc? Leun maar op mij, misschien ben je een beetje duizelig. Dank je. Suus? Hij is hier. Hij is hier. Ik moet weg. Nee!
is hier. De man in de spiegel. Hij is hier binnen. Zuster, we hebben sedatie nodig. Zuster, is niemand in de spiegel. Ik ben los. Ik zie, ik schot een hele bed in elkaar. Okay. Kijk in de spiegel. Hey. Er is niemand. Suus, rustig nou. Het is voor je eigen bestwil. Laat hem weggaan met dat fucking ding. Hè? Ik zweer het, ik kan je. Probeer in de spiegel te kijken. Kijk, zie je iemand? Zie je iemand? Nee. Het is oké. Okay. Het is je eigen fantasie die je voor de gek houdt. Het duurt een paar uur. Ik ga wel even erbij zitten. Oh, dat is niet nodig hoor. De zuster is vlakbij.